Welkom bij De Huddle, de podcast waar we coaches van alle niveaus aan het woord laten om hun ervaring en visie te delen met jullie. Vandaag gaan we het eens over een heel andere boel gooien. Geen basketbalcoaches, maar wel experten in coaching. Tika is een consultancybedrijf dat mensen en organisaties klaarmaakt voor de uitdagingen van vandaag en de toekomst. Met Steffi en Jeff gaan we dieper in op het creëren van een cultuur binnen een club. Enjoy the huddle! Hallo beste coaches, welkom bij de nieuwe aflevering van The Huddle, aflevering 17. En zoals jullie kunnen zien op het bord staat er deze week geen naam van de coach, maar staat er iets anders vermeld. Wat dat juist inhoudt, gaan we zo meteen en zeker in het verloop van dit gesprek nog te weten komen. Maar omdat we heel veel vragen kregen de afgelopen periode van coaches over onderwerpen die minder met baskettechnische zaken te maken hadden, maar meer met het psychologische, mentale, dachten we van... Misschien moeten we eens wat experts gaan uitnodigen vanuit een andere invalshoek, meer gericht over het psychologische aspect. En we zijn dan ook heel blij en vereerd dat de twee experts, zoals jullie zien op het scherm, de heer Jeff Brouwers en mevrouw Steffi van Ans, de tijd wilden vrijmaken. Zij werken beiden voor het bedrijf, zoals op het bord vermeld. Maar ik ga hen zichzelf even kort laten voorstellen. Dus ik weet niet, ladies go first. Steffi, wilde jij misschien beginnen? Zeker en vast, dankjewel voor de introductie. Mijn naam is Steffi van Ans en ik ben enerzijds business coach consultant en anderzijds ook sportpsychologe, prestatiepsychologe. En ik begeleid individuele atleten, teams, federaties, coaches in het mentale aspect van presteren. Onder meer ben ik de sportpsycholoog van de Belgian Red Flames, ons nationale damesvoetbalteam uiteraard, die het momenteel heel goed doen en dat mij heel blij maakt. Maar ik ben even zeer heel blij om vanavond hier met jullie de podcast op te nemen. Super. Ja, en ik ben Jeff Brouwers en ik doe eigenlijk hetzelfde als Steffi. En om haar te volgen zal ik zeggen dat ik ook werk met Martinez, de coach van de Rode Duivels. En dat ik ook met individuele atleten werk en ook al heel veel gesproken heb op de Olympische Spelen met de 3x3 basketbalploeg, die toch wel een bijzondere ervaring was voor mij, omdat het in feite het eerste wat we altijd kunnen bespreken, hoe krijg je vertrouwen in een ploeg? Ja, dat was daar behoorlijk aanwezig, dat vertrouwen in die ploeg. En dat met een spelende coach, wat een heel ouderwetse aanpak is, maar die blijkbaar toch wel heel erg werkte. Dus ja, zodoende weet je ook, ik ben psycholoog bij BOIC en ik mag altijd, en daar ben ik heel fier en blij, en nog wel andere dingen op naar de Olympische Spelen, binnenkort naar de Winterspelen. Nee, top. En ja, dus kijk, we horen het al aan de beide introducties, hè, de Red Flames, BOIC, Martinez bij de Rode Duivels. Hey, er zit al heel veel kennis in deze podcast, dat is altijd leuk om het van een andere invalshoek te krijgen. En Jeff, zoals dat je het daarnet zei, inderdaad, hè, vertrouwen, dat was een van de eerste zaken waarover dat we het even wilden hebben. Hè. Want ja, in topsport en ook op jeugdniveau gaat het altijd over het realiseren van resultaten. Bij jeugd, bij ons in de basket, resultaat behalen, dat is bijvoorbeeld progressie maken. In topsport gaat dat vaak over winst. Maar het is vaak zo, om dat te kunnen bereiken, is er een bepaald vertrouwen nodig. Tussen spelers onderling, maar ook tussen spelers en coach. Wat kunnen jullie vanuit jullie standpunt, vanuit jullie kennis, meegeven aan ons als tips om dat beter te gaan bereiken? Wel, ik denk dat het... ongelooflijk belangrijk is om absoluut aandacht te besteden aan de aankomst van spelers in een club, op welke leeftijd ook. Dat men zo'n beetje doet wat toch in de mode is, daten. Hè? Mm-hmm. Dat men eigenlijk elkaar ontmoet en wat uitwisseling doet van wie zijn wij en wat willen wij eigenlijk bereiken en wie ben jij en wat wil je hier bereiken. En dat wanneer de spelers of speelsters jong zijn, dan zijn de ouders daarin een hele belangrijke factor. Dus om dat vertrouwen te creëren, moet je met die ouders ook heel erg actief gaan werken.
En wanneer die opgroeien, die kinderen, de meisjes al wat rapper dan de jongens, dan ja, spelen die ouders nog altijd een rol, maar dan komt die coach meer in beeld. En wanneer je dan talenten hebt die naar de seniors gaan en die het wat verder willen brengen dan het amateuristische niveau, die heel veel ambitie hebben, dan is de coach natuurlijk heel belangrijk. Hè? Maar het gaat altijd over het vertrouwen winnen en het vertrouwen geven. En dat maakt dus dat je op een bepaald moment altijd progressie maakt. En daar is het om te doen, zoals jij zei, Gunnar. Ja, misschien om daarop in te spelen. Hè, als je gaat kijken naar hoe dat je vertrouwen kunt installeren, ook onder de spelers, onder elkaar, of de relatie tussen coach en spelers. In mijn beleving is het, kan het helpen dat je kwetsbaarheid tonen af en toe daarin kan helpen. Hè. Als je zelf kunt aangeven van, als coach zijn, ik weet het even niet meer, ik moet er eens over nadenken, of hoe dat we het nu gaan aanpakken, of misschien was die tactiek toch niet optimaal. Hè. Ik leer daaruit en de volgende keer neem ik dat mee. Dat creëert ook onderling vertrouwen. Hè. Dus ja, dat is natuurlijk geen idee. De spelers moeten altijd het gevoel hebben van onze coach, daar kunnen we terecht. Hè. Die gaat de oplossingen aanreiken. Maar ja, de menselijkheid tonen is heel belangrijk. En als er dan bijvoorbeeld geen vertrouwen is, is het denk ik heel belangrijk, ook dat individuele atleten, maar ook de coach, in staat is om te kunnen reflecteren en nadenken, hoe komt dat? Waarom is er geen vertrouwen? Die waarom-vraag, misschien doorheen de podcast, hebben we dat nog een aantal keer aan bod gaan laten komen, is in onze overtuiging een van de belangrijkste vragen om te stellen. Waarom gebeurt dit? Waarom gebeurt dat niet? En zo zijn er een aantal factoren wat wij noemen de trust equation inhoudt. En dat is enerzijds je geloofwaardigheid. Hoe geloofwaardig ben jij als coach zijnde, als atleet zijnde? Als jullie nu aan ons zouden vragen, coach dat team eens, vanuit technisch-tactisch aspect, dan gaan wij niet geloofwaardig overkomen in onze rol. Dus die geloofwaardigheid is een belangrijk. Een tweede aspect is ook, hoe betrouwbaar ben je? Zeg je wat dat je doet? En doe je ook wat je zegt? Als je daar twee keer ja op kan antwoorden, dan zit dat goed met die betrouwbaarheid. Ja? Maar als je de hele tijd valse beloftes aanmaakt en zegt dat je van alles gaat doen en er komt niks van in huis, ook voor spelers zijnde, kan dat winterprogramma echt wel doen en ze doen het niet, dat gaat voor het vertrouwen schenden. Hè? Dus die betrouwbaarheid is dus nog een aspect. En als derde luik in onze beleving is de intimiteit. En het is misschien een delicaat woord om deze tijd te gebruiken, maar intimiteit is heel belangrijk. Hè? Dus hoe geconnecteerd ben je met elkaar? Hè? Hoe verbonden voelt je met je coach of met je spelers of met je club, met je team? En als dat goed zit, dan gaat dat ook vertrouwen stimuleren. Maar iets wat dat al die zaken teniet kan doen, is als het allemaal voor je eigen belang is. Als je als coach zijn alleen maar aan je eigen carrière denkt, of aan je eigen loopbaan, of als speler ook, zal ik wel proberen punten te maken, want dan hebben ze mij gezien. Natuurlijk, die gerichtheid op jezelf, dat doet heel dat vertrouwen teniet. Dus dat zijn zo'n aantal zaken dat je door die bril naar kunt kijken. Hoe zit het met ons vertrouwen? Kunnen we dat allemaal afvinken? Is dat aanwezig? En als dat er niet is, geen nood, dan kun je altijd naar handelen om dat terug te gaan installeren. Ja. Over die verbondenheid heb ik nog wel eens een vraagje. Dat wordt vaak gebruikt. Allee, ik ken een paar coaches die dat als excuus hebben gekregen van ja, je bent te verbonden met je ploeg. Ja, dat is niet goed, hè? Te. Hè? Dat is maar wat is te, dat is eigenlijk de vraag. Wat is eigenlijk dan. Waar trek je die grens eigenlijk van te verbonden? Want. Het gaat altijd over basketbal. Hè? Dat moet je weten. Hè? Niemand kan denken dat gaat hier over in het café een pint pakken. Alles wat je doet in een ploeg, hè, bij de jeugd, bij de seniors, dat gaat altijd over basketbal. En als je dat in het hoofd houdt, hè, dat je zegt, voilà, ik ben hier mijn hobby of mijn beroep aan het uitoefenen, dan is er altijd zoiets als ja, afstandelijkheid, maar geconnecteerde afstandelijkheid of afstandelijke geconnecteerdheid. Maar nooit alles informeel. Dat is een van de grote uitdagingen in de sportwereld, dat op een bepaald moment, omdat je elkaar zo vaak ontmoet, dat er een zekere, hè, zoals Steffi gezegd heeft, hè,
een zekere intimiteit, maar die intimiteit die maakt dan ook dat je denkt dat je gewoon kunt doen wat je wilt. Hè? En dat is dus helemaal niet de intimiteit die Steffi bedoelde. En ze heeft dat ook aangegeven. Dat is een moeilijk woord. Hè? Mm-hmm. Maar ik kan daarbij het voorbeeld gebruiken van de Olympische Spelen, waarin Simone Biles forfait geeft, opgeeft bij de eerste proef, de sprong. En ze zegt, ik stop ermee. Ik kan het niet meer aan. En waarbij dat ik met de coach sprak, want ik werk met de gymnastiek ook. En je kent elkaar dan, omdat je naar al die competities gaat. En natuurlijk, wij als Belgen, wij hebben Nina, dus je hebt daar contact mee. En dat is eigenlijk, daar gaat het over. Je bent daar allemaal samen, maar dat zijn Amerikanen. En dat zijn andere coaches. En daar zijn we dan wat afstandelijk mee. En zeker wanneer die competitie begint. En die coach zegt tegen mij, I was not aware. En dat is het ergste wat een coach kan zeggen. Mm-hmm. Dat jij niet je bewust bent van wat dat er met je speler aan de hand is. Dat wil dus zeggen dat die empathie, dat die niet aanwezig is. En empathie, dat is afstandelijk geconnecteerd. Dat is rationele kompassen. Ja. Ja. En dat is enorm belangrijk, dat je dat hebt. Dat je dat hebt. Nee, heel interessant. En ja, daarnet waren jullie ook bezig over die bepaalde connectering, connecting met uw spelers. Ik denk dat we het daar later in het gesprek nog even over terug gaan hebben. Nu, ik wil even een bruggetje maken inderdaad, want we hebben vertrouwen, realiseren van resultaten. En als je dan denkt aan topsport, dat heeft ook vaak te maken met het woord cultuur. Wat dat we ook vaak horen, en we hebben dat in het verleden ook meegemaakt als jonge coach, is dat je... Ja, je zit in een bepaalde basketbalclub en iedere club heeft een bepaalde cultuur. De ene is al wat uitgebreider dan de andere, maar je hoort soms coaches of jongere coaches die zeggen van ja, onze club heeft wel een bepaalde cultuur, maar niemand weet zo goed wat dat die cultuur eigenlijk is. We kunnen dat moeilijk naar de buitenwereld brengen. En je hebt dan inderdaad gedreven coaches die daarover nadenken en die dat willen bespreekbaar maken binnen de club, binnen het bestuur. Hebben jullie daar ervaring mee van hoe dat je als jonge, ambitieuze coach dat best kan aanbrengen of bespreekbaar kan maken? Ja, ik denk dat je ook mee gestart is, waar start het allemaal mee? In vertrouwen is elkaar leren kennen. Hè? Dus heel vaak zien we, en misschien is dat in basketbalwereld misschien een beetje anders, dat vind ik helemaal zeker, maar bijvoorbeeld in voetbal wordt er heel veel geswitcht. Ah ja, een coach wordt ontslagen en een dag erop, bij wijze van spreken, zit je dan bij een andere club. En dat gaat zo snel, zonder eigenlijk na te denken, maar wat is de cultuur van een club? Past dat wel bij mij? Voelt dat goed? Hè? Cultuur is eigenlijk DNA van een club. Hè? Denk ook evenzeer aan privécontexten. Elke familie heeft een eigen cultuur. Hè? Denk aan uw eigen familie, aan uw schoolfamilie moest dat er zijn. Dat is helemaal anders. Dat zijn gewoontes. Dat is, cultuur is eigenlijk enerzijds een combinatie van waarden die dat er zijn. Hè? Wat vindt een club belangrijk? Wat vindt een individu belangrijk? Match dat ja of nee? Maar vooral welk gedrag wordt er getoond? Hè? Heel vaak zien we, en dat is misschien om een link te leggen naar organisaties. Hè? Organisaties met hele mooie waarden, mooie woorden, chique termen in op de website en mooie kaders in meetingrooms. In de club is dat heel vaak ook. Maar als je dan gaat praten met de mensen, zeg je, maar in de realiteit ziet dat er helemaal anders uit. Nu de cultuur is wat dat er in de realiteit is. Wat voelen de mensen? Hè? Dus dat gaat niet per se over weten wat het is, maar dat is wat voelt er juist. En het voordeel aan een duidelijke cultuur is dat dat ook een richting geeft in wat kunnen wij nu van elkaar verwachten. Wat verwacht ik van u, maar wat verwacht ik ook van andere partijen. En wat dat wij bijvoorbeeld doen, wij hebben bijvoorbeeld met Red Flames ook daar workshops rond gedaan, hè, met een team van waar staan wij eigenlijk voor? Hè? Waarom zitten wij bij Red Flames? Hè? En als we hier nu zitten, hoe willen we dat dan juist aanpakken? Wat zijn onze waarden en wat betekent dat dan heel concreet? Hè? Dat is de typische golden circle van Simon Sinek. Moest iemand de waarom, hoe, wat vraag niet kennen. Mm-hmm. Dat is een van onze grote, hoe moet ik het zeggen, gurus wil ik eigenlijk niet zeggen, maar een groot, allee, wij gebruiken dat bijna in laat. Te laat. Ja. Omdat dat zo'n, dat zijn drie
simpele, maar tegelijkertijd heel complexe vragen die je kunt stellen. En door die in die volgorde te stellen, dan in vooral met die waarom bezig te zijn en hoe willen we juist werken binnen een club, dan volgen die wat-zaken wel. He, daaruit volgt welk gedrag verwachten we. Hoe gaan wij ons voorbereiden op een wedstrijd? Hoe gaan we ons gedragen op een training? Dat is eigenlijk pas het laatste waar je mee moet bezighouden. En hoe duidelijker dat die cultuur is, hoe gemakkelijker dan al de rest eruit voortvloeit. Maar daar moet je in overleg gaan met mensen, uiteraard. Hè? Ik wil er iets aan toevoegen. Ik heb het genoegen en het voorrecht gehad om met de elite scheidsrechters van de basketbal te mogen werken. Mm-hmm. En ja, ik ben zelf scheidsrechter geweest in het voetbal. En eigenlijk waren dat dezelfde culturen. En ik heb ook met de scheidsrechter van de korfbal gewerkt. En ik heb met de scheidsrechter van de hockey gewerkt. En dat zijn altijd dezelfde culturen. En wat is nu zo typisch aan een cultuur? Dat is dat die cultuur van scheidsrechters een controlecultuur is. Omdat die punten moeten krijgen en omdat die worden beoordeeld elke wedstrijd. En dus dat gaat allemaal over een zeer concurrentiële individuele strijd, waarin zeer veel informaliteit lijkt te zijn, maar waar men eigenlijk elkaar een beetje op eet. En wat daar heel typisch aan was, aan die opleidingen, dat was dat daar ook altijd een befaamde figuur uit het basketbal, namelijk Van Kerschaver, aanwezig was altijd. En niemand noemde die met zijn voornaam of zijn achternaam, zei allemaal coach. Allemaal coach. Dus in de voetbal is dat ook zo. In de voetbal kun je zien dat op de trainingpakken van de coaches, hun initialen staan erop. Hè? Mm-hmm. Want je moet dat dan uitzoeken hoe dat die eigenlijk heette, maar iedereen weet dat. Dat is een eigenaardigheid, dat alleen die initialen erop staan. Hè? En op de spelers in de rug staat hun naam. Hè? Dus dat is eigenlijk een cultuur. Ja, je ziet dat direct, dat dat is als ik werkte met de Red Lions. Hè? In het begin de hockeyploeg, als we daarmee begonnen in 2005, dan trainde die eigenlijk veel liever in het truiken van hun club, want daar waren ze dus eigenlijk mee verbonden. Dat pak kleren dat ze kregen aan te doen, ja, dat was niet altijd gemakkelijk. Hè? Omdat je die cultuur had in de hockey van Brussel en van Antwerpen. En want daar gebeurt eigenlijk de hockey. En dat zijn culturen, die kun je direct ontdekken. En een taal is daar een van de belangrijke elementen van. Maar een uniform in de sport is natuurlijk een fundamenteel element. En de cultuur is dat men dat graag aandoet. Hè. Dan zit die cultuur goed, dat men daar fier op is. Hè. Steffi, ik vond dat heel interessant dat je zo zei van bij de Red Flames gaan we in gesprek, hè, in dialoog. Hoe stel je dat dan eigenlijk voor? Stel dat Gunnar en ik zeggen van wij willen binnen onze club een cultuur gaan bouwen. Want je gaat met verschillende, je gaat met je bestuur moeten babbelen, je gaat met coaches onderling moeten babbelen, je gaat de spelers moeten inlichten. Hoe zou je dat kunnen voorstellen dat je dat kunt gaan doen? Want dat is een hele boterham, hè? Ja, vooral ook door dat als een proces te zien. Hè? Dus dat misschien vaker terugkomen, zowel in organisaties als in de sport. Alles is een proces. Ja, als je zegt van de ene dag, s'avonds beslist, we gaan morgen onze cultuur bepalen en morgenavond is dat rond, dan gaat je alleen maar teleurgesteld zijn. Hè? Dus dat vooral op geduld en lange termijn en je kunt altijd ondersteuning van sportpsychologen gebruiken, uiteraard, hè, om dat proces mee te begeleiden. Nee, maar het gaat erover van ook alles vanuit een groter geheel wat te zien. Hè. Dus als je zegt van oké, wat vinden wij belangrijk? Hè, je kunt ook werken naar van wat is er vandaag de dag? Hè. Dus, van daaruit starten en dan kunnen gaan bekijken waar willen we vooral naartoe? En hopelijk zijn er een aantal zaken die ook goed gaan, hè? Die dat je kunt behouden. Hè? Dat is ook een van onze overtuigingen, is werk vanuit sterktes, vanuit talenten, vanuit wat dat er ook goed ziet. Omdat dat motiveert. Hè? Dat maakt het proces ook wat gemakkelijker.
Dat betekent niet dat je je hoofd in het zand moet steken en moet negeren als er iets niet goed gaat of niet goed zit. Dan moet dat ook aangepakt kunnen worden. Maar altijd vanuit wel, wat verbindt ons vandaag de dag al? Hè? En als je dan gaat kijken naar, is dat vertrouwen er tussen bestuur en coach en tussen de spelers onderling, waardoor dat er open gecommuniceerd kan worden, dan zet je weer al een stap verder. Want wat dat je niet wilt, is dat je dan workshops doet en sessies doet en iedereen knikt gewoon, ja. En de echte gesprekken vinden plaats op het toilet of aan een toog of in de auto op weg naar huis. En als dat gebeurt, dan weet je dat je eerst aan die basis van vertrouwen moet werken. En van daaruit, als er dan die open communicatie is, dan creëert je ook betrokkenheid. Want dan kan het zijn van, oké, we beslissen dat we deze zaken als onze waarde gaan nemen. En het gaat de kans is heel groot dat er een aantal in uw team, of van het bestuur, of maakt niet uit, het er niet mee eens zijn. Mm-hmm. Maar dat is ook niet erg. Diversiteit in onze overtuiging is ideaal als je maar met die diversiteit kunt omgaan. Hè? Maar er moet wel buy-in zijn. Als je zegt van oké, we beslissen dat we het zo gaan aanpakken. Ik ben het bijvoorbeeld niet mee eens, maar je hebt toch met een buy-in. Omdat we erover hebben gebabbeld, ik voel mij gehoord en ik ben verbonden met het team. Hè? En van daaruit, als er dan betrokkenheid is, dan kun je ook naar een gedeelde verantwoordelijkheid gaan. Dan kun je zeggen van we hadden afgesproken dat we vanaf nu dit en dit gingen doen. En als dat niet gebeurt, dan is het veel laagdrempeliger om die persoon erop te gaan aanspreken en te gaan bijsturen. En op die manier kun je samen resultaten gaan boeken, waar het uiteindelijk allemaal om draait. Ja, klopt volledig. En uit mijn ervaring met jeugdige spelers te coachen en jeugdploegen te doen, vind ik het heel interessant dat je zegt van ter straks ook waarom dat je dingen doet. En ik denk als ik het ook goed begrijp, dat je in je DNA dat je wilt creëren, dat je eigenlijk ook altijd zegt waarom dat je dat wilt. Als je een kind hoort, dat is het enige wat die eigenlijk altijd zeggen, hè, waarom. En dat je er ook een zinnige uitleg kunt zeggen van, wij willen dit doen, wij willen dat onze club daarvoor staat, daarom. En dat is dan heel duidelijk, dat is afgebakend, daarom willen we dat. En niet gewoon omdat Mike dat wil. Hè? Klopt, hè? Ja, zeker. Dat is helemaal waar. Hè? De kinderen, 3, 4, 5 jaar, dan gaan ze naar de lagere school en daar leren ze dat af. Hè? Omdat daar iemand is die het weet. En een coach die het weet, die gaat niet ver komen natuurlijk. Hè? Omdat die op een bepaald moment niet weet wat de anderen willen weten. Hè? Dus wanneer je in een hiërarchische situatie terechtkomt, dan worden er eigenlijk weinig vragen gesteld. Hè? Dan is die cultuur niet van vragen stellen. Ik ben op dit moment een opleiding aan het geven aan de topcoaches in China, hè, virtueel. Hè, en daar zijn nooit vragen. Hè, dat is de cultuur. Hè, dat is de cultuur en dat hebben ze op voorhand gezegd. Er zullen geen vragen zijn. Hè. Dus ik moet dat ook niet stimuleren, want er gaan er toch geen komen. Hè. En dus dat is eigenlijk belangrijk. Wanneer je een coach wil zijn die een enorme impact heeft op de ontwikkeling die wat wij noemen een vermenigvuldiger is, hè, op dat moment dan zal die geesten vrijheid schenken om gewoon alles te vragen wat dat er is. Mm-hmm. En ik heb misschien al 20 keren gezegd, hè, want het zijn jonge meisjes in de gymnastiek, hè, en dan stel ik de vraag, wie stelt hier de meeste vragen? En dat antwoord komt direct. Ja, Nena, natuurlijk. Ik zeg, daarom wint die zoveel. Hè? Die wint zoveel omdat die zoveel vragen stelt. Hè? En die vragen stellen, die komen alleen maar omdat je je gerust voelt dat je absoluut die vraag kunt stellen. En dat de coach daar ernstig op antwoordt. Mm-hmm. En stimuleert om andere vragen. Zijn er nog andere vragen? Dus dat is eigenlijk belangrijk. Hè? Dat je dat die sfeer creëert waarbij je niet op dezelfde manier dingen gaat zien. Want wat Steffi gezegd heeft, die diversiteit is een enorme rijkdom. Hè? Men percipeert dat niet zo, dat een divers team zo'n rijkdom is. Maar dat is natuurlijk wel zo, omdat alle onderzoeken dat uitwijzen. Hè? Als je die diversiteit maar gebruikt, hè?
En dan is het heel belangrijk om die uitwisseling te hebben van ideeën over wat je gaat doen. Hè. Shane McLeod, hè, de coach die toch een zilveren medaille heeft bezorgd aan de spelers die daar dan zelf voor gezorgd hebben. Hè. De Shane heeft die zilveren medaille laten zien. Hè. Hij had er liever een gouden gehad in Rio. Maar nu is het gelukt om een gouden te geven die de spelers hebben gemaakt. En Shane was een meester in het gebruiken van de krachten van de spelers. Mm-hmm. Als je met die spelers spreekt, dan zei hij, ja, wij hebben eigenlijk bijna alles mogen beslissen. Ah ja, want die gasten die hadden allemaal 15 jaar ervaring op het hoogste niveau. En die hebben altijd opgebouwd. En Shane heeft gezegd, ik moet hier niet beginnen aan die mannen te zeggen hoe dat ze hockey moeten spelen. Want dan zou dat nooit gebeurd zijn. En dat is het inschatten van met wie heb ik hier te doen? Met wie ben ik hier aan het werken? En dus bij die gasten, bij die spelers van het hoogste niveau, daar moet jij vooral bezig zijn met de perfectie na te streven zonder perfectionist te zijn. Jij moet eigenlijk bezig zijn met de vragen te beantwoorden die zij hebben om te kunnen winnen. En terwijl dat met kleinkinderen moet je bezig zijn met alles. Hè. Dat is gelijk als in een kleuterschool. Daar zitten eigenlijk de mensen die het meeste moeten aanbrengen aan die kinderen. Hè. En dan gaat dat naar boven en dan moet je meer en meer rekenen op het feit dat die al een ontwikkeling hebben doorgemaakt. Hè. En dat is dus belangrijk. Maar het gaat altijd over, ik wil dat jij vooruit gaat. Ik wil uw systeem dat jij meebrengt hier challengen op dat jij gaat eigenlijk uw talenten vrijmaken om die dan op een manier in de competitie naar voren te brengen. Als je ziet, Kim Meilemans, daar zeg ik tegen, die doet skeleton. Dat is kamikaze sport, op je buik op een plank gaan liggen en dan tegen 120 per uur naar beneden, met je kop vooruit. Wel met een helm op. Hè. Ja. Maar dan zeg ik, jij traint altijd en dan moet jij, wanneer de wedstrijd er is, dan laat jij gewoon het beest in je los. Soi-disant. Omdat je alles moet zij doen op gevoelen. Alles moet zij doen met haar competenties. En dat is in basketbal niet anders. Kijk naar de onwaarschijnlijke resultaten die de basketbalploeg 3x3 heeft gehaald. Kijk naar de resultaten die de Cats niet hebben gehaald. Ja, waarom? Ik weet het niet. Ik ben niet de psycholoog van de Cats. Maar in ieder geval, de spanningen die waren daar toch op sommige momenten bijna op het televisiescherm te zien. Hè? Mm-hmm. Dat moet je vermijden. Hè? En dat is door die afstandelijke geconnecteerdheid. Hè? Je moet geen vrienden zijn. Hè? Ik hoor dat heel dikwijls zeggen, dat de mensen zeggen, we zijn vrienden van elkaar. Hè? Maar dan bedoelen ze eigenlijk, wij kunnen heel goed samen spelen en winnen. Mm-hmm. Dat bedoelen ze eigenlijk. Hè? Ja, klopt. Nee, heel interessant. Ik ben blij dat we de vraag hebben gesteld over cultuur. Je ziet, je kunt daar enorm over in detail gaan. Dat is altijd leuk. En ik wou die vraag stellen omdat ook, niet alleen in de basket, maar ook in het bedrijfsleven. Ik zit in de rol van sales manager. En dan moeten we richting volgend jaar ons salesplan, missie en onze cultuur. Wat willen we uitademen? En ik denk, ik weet niet meer, maar je hebt ook vaak van die verhalen of YouTube-video's van bekende sprekers van, kijk, uw cultuur kan pas impacteren als uw CEO het weet, als uw CFO, maar ook uw conciërge en uw kok weten wat uw cultuur is en naar buitenwereld kunnen brengen. Om de poetsvrouw niet te vergeten. Sorry? Om de poetsvrouw niet te vergeten. Voilà, nee, inderdaad. En zo zie je maar dat iedereen gelijk ook in welke, ja, keten van de schakel dat je zit, zo belangrijk is. Als je maar weet in welke richting dat je wilt uitgaan, hè, zoals dat je daarnet zei allebei. Ik wil daar nog even op ingaan. En dat is gewoon hoe belangrijk... Allee, je neemt de naam Shane McLeod in de mond. En dat is ook een coach die wij absoluut nog willen spreken. En maar gewoon voor alle kijkers, als je wat Gunnar juist zegt, als je wilt zien hoe belangrijk dat iedereen is, er is zo'n Telenet documentaire over de Red Lions. Zeker de moeite om te kijken om hoe dat een geoliede machine is en hoe dat iedereen aan één zeil trekt. Dus
echt heel interessant. Nee, goed dat je het zegt, zeker en vast. Nee, dat is de reden waarom zij die medaille gehaald hebben. Klopt. Waarom zij wereldkampioen geworden zijn, terwijl dat de VAR hen die wereldtitel al afpakte in eerste instantie en op de Olympische Spelen terug. Ja. Nee, klopt. Dat is zo. En je ziet dat dat gewoon een machine is, die ploeg. Hè. Dat is zo'n sterke cultuur. Dus ja, dat is gewoon schitterend om te zien. Hè. Dat in een land als België, dat toch vrij klein is op de wereldmap, dat toch kan. Dus dat moet alleen maar inspiratie geven voor andere federaties. En ja, over het belang van iedereen in een ploeg, hè, brengt mij even bij een andere vraag die we hadden binnengekregen, over geblesseerde spelers. Hè. Ook in de basket krijgen wij als coaches vaak te maken met spelers die ofwel meestal vrij kort geblesseerd zijn, maar je hebt ook sommigen die langere tijd oud zijn, hè, gekwetst zijn. En dan kregen we de vraag van, ja, hoe kan ik nu als coach zorgen dat een speler die bijvoorbeeld 3 of 6 maanden oud is, dat ik die toch kan blijven betrekken bij de ploeg, dat ik die mentaal scherp hou en toch deel laat uitmaken. Want ja, bij jeugd zie je soms de speler die is gekwetst aan zijn knie, aan zijn kruisbanden, en die komt 3 of 4 maanden niet meer naar de sporthal, omdat de ouders het misschien ook niet zien zitten om hun zoon te brengen als die toch niet gaat trainen of spelen. Hebben jullie daar ervaring mee vanuit jullie standpunt? Of? Ja, ik denk dat het... we zullen ons zelf moeten herhalen. Het gaat altijd over de connectie. Hè? Mm-hmm. En wij zijn nu digitaal aan het communiceren met beeld. Hè? En het is dus ongelooflijk belangrijk van te kunnen jezelf overtuigen dat hetzelfde is als dat je bij mij zit. Hm? Ja. Dus het is zeer belangrijk om te weten dat een gekwetste speler, hè, dat die niet uit je brein mag gaan. Hm? Dus die moet nog altijd op de radar staan. En zeker in deze tijden kun je de technologie gebruiken om contact te blijven hebben met gekwetste spelers. Hè, omwille van het feit dat die, wanneer die bij die ploeg zitten en je hebt die goed geïntegreerd in die ploeg en in die club, ja, dan blijven die natuurlijk hunkeren om daar terug te zijn. Mm-hmm. Wanneer die vergeten worden door het feit dat niemand hen opbelt vroeger, maar nu kun je dit medium gebruiken en dat is fantastisch om ook die te betrekken, bijvoorbeeld wanneer op een bepaald moment je een vergadering doet, dan kun je die eigenlijk in die vergadering zetten, hè, met alle technologie die er is. Hè. Maar men vergeet vaak omdat men ze niet ziet. Hè. En mijn stelling is dan, dat is eigenlijk exact hetzelfde wat wij nu aan het doen zijn, dan wanneer wij samen in één lokaal zouden zitten. Hè. Dat is exact hetzelfde. Hè. Want ik heb eigenlijk, en met Steffi heb ik daar al eens over gesproken, namelijk, je moet die in afstand moeten behouden. En je moet dus altijd bij wijze van spreken, als wij met een individuele atleet, dan komt die zelden op onze schoot zitten, want dat zou fout aflopen. Mm-hmm. Dus dat gaat, nu is dat gevaar, is er niet nu. Dus, maar dat is dus exact hetzelfde. Je zit aan een bureau en je doet je werk. Je doet je werk als coach, je bent bestuurslid, gelijk wat. En je blijft dat contact houden, omdat dat de revalidatie altijd beïnvloedt. Positief beïnvloedt. Ik weet niet wat jij ervan denkt, Steffi. Ja, misschien om erop in te pikken, ik ben het er helemaal mee eens. Plus, die spelers zelf hebben ook hun verantwoordelijkheid daarin. Hè. Het is niet enkel en alleen de coach. Tuurlijk, lead by example, toon het goede voorbeeld enzovoort. Aan de andere kant, moesten er nu spelers luisteren of moest je als coach zijn die een infocus willen geven aan spelers? Zij hebben ook een aantal zaken waardoor dat ze die motivatie kunnen aanscherpen. Hè? Door inderdaad zelf die verbondenheid te houden, maar evenzeer door creatief te zijn en door te kunnen kijken van oké, wat kan ik nog wel? Hè? Heel vaak is het, ik ben geblesseerd, dus het is gedaan. Ik moet nu 3 maanden, 6 maanden op mijn stoel zitten, in mijn bed liggen, in de zetel liggen en ik kan alleen maar Netflix binge-watchen enzovoort. Nee, zorg ervoor dat je goed omkaderd bent, dat je de juiste ondersteuning krijgt en durf daar ook kritisch naar te zijn. En dan zeg je van oké, hoe kan ik misschien toch nog plezier blijven beleven? Hè?
We zeggen altijd, when fun stops, stress starts. Sowieso, een blessure, dat doet meestal heel veel zeer, hè? In het begin, maar op den duur gaat die pijn misschien afnemen, maar dat betekent niet dat je alles opnieuw weer kan doen. Dus zorg dat dat plezant blijft, want zodra dat het niet meer plezant is, gaat je, ja, dan... Gelijk wat we vanavond doen, dat moet plezant zijn. Want dan maak je daar een succes van. En ook in revalidatie, als je het gevoel hebt van, oh, ik kijk daar tegenop, ergens normaal, maar waar kun je toch nog autonomie creëren? Waar kun je toch nog wat vrijheid hebben in binnen de perken? Hè? Wat dat er nog mogelijk is. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat je toch kleine succesjes, kleine vooruitgangen echt kunt vieren? Wees daar blij om. En ook al is de weg dat je moet afleggen ver, zorg dat je met tussenposes werkt, met tussentijdse pulschecks, checks van oké, top, ik kan dit al. Hè? En focus op wat er al goed gaat. En op die manier gaat dat proces van die revalidatie geen per se traumatische ervaring zijn. Hè? Plus ook nadien de nodige aandacht ook besteden aan wanneer dat je terug up and running bent. Zorg ervoor dat je als coach zijn, dat je die atleet of die spelers begeleidt in leren spelen met een nieuw lichaam. Dat is terug jezelf leren kennen en gebruik daar de expertise ook in van kinesisten en van sportartsen enzovoort. Dus ik denk als coach zijn, zorg ervoor dat je goed zelf omringd bent met alle experten. En als coach zijn aan u om met al die informatie aan de slag te gaan. En uiteindelijk ook met de speler te werken uiteraard. Hè. Ja. Ik heb dit jaar een speler die zijn kruisbanden heeft gescheurd. En de kinesist is nu, die woont niet zo ver van de sporthal. En zijn mama brengt hem altijd naar de training nog. Maar de eerste keer als hij binnenkwam, ik had dat niet gezien, kreeg hij een spontaan applaus van iedereen. Maar ik vond dat zo leuk. En dat gebeurt nu nog vaak. Als hij binnenkomt, dan klappen die allemaal. Maar dat geeft voor die speler ook dat hij aanvaard wordt. En dat van, oké, als ik terug ben, ik zal er terug staan. En dat is heel leuk. Soms kun je ook heel veel leren van je speler zelf. En zoals jij zei, Steffi, ja, dat is zo. Hè. Wij praten nu al van, oké, als je binnenkort dat kan doen, dan kan je terugkomen helpen. En stap voor stap gaan we die terug integreren in onze ploeg, zodat hij eigenlijk niet dit seizoen, want zijn kruisbanden zijn nu juist, hij is juist geopereerd, dus dat is voor volgend seizoen, dat hij er gewoon terug staat. En dat stap voor stap zullen wij die terug in de ploeg brengen. Dus heel interessant. Maar dat is dus zeer belangrijk, hè. Ik heb zelf een atleet gehad, een coach, die mij belt. En die zegt, ja, die atleet die heeft van haar dokter vernomen dat ze dus een probleem heeft in haar rug. Ze mag 3 maanden niks doen. En ze is helemaal in de put en daarom bel ik u. Hè. Jij bent een psycholoog. En ik zeg, dat is een gemakkelijke diagnose die ik kan stellen. Ze moet naar een andere dokter gaan. Hè. Ene die weet dat als je iets niet kunt doen omdat je pijn hebt in je rug of iets aan je rug hebt, dat je dan nog vele andere dingen kunt doen waar dat je rug niet bij nodig hebt. En dat is belangrijk, van altijd te zien, wat kan ik wel? Hè? En dan gaat de revalidatie verder. Hè? Dat is en kruisbanden, ja, dat is natuurlijk altijd onmiddellijk een verdict van 6 maanden. Hè? Dus op dat moment valt die wereld in. En dan is het natuurlijk belangrijk dat de coach daar is en dat iedereen alles doet om de juiste weg uit te stippelen en zoveel mogelijk informatie te verzamelen om dat traject te zien. Hè? Om dat traject te zien. En dan zult je al altijd gemerkt hebben dat degenen die dat traject zien en die aandacht hebben, dat bij topsporters, zelden zo lang duurt als men gezegd heeft. Hè? Mm-hmm. Ja, nee, dat is ook zo. En ja, ik denk dat dat ook topsporters, echt de topsporters echt definieert. Hè. Ik bedoel, die mindset hè, van als ze altijd zeggen, fall down 7 times, get up 8. Dat is gewoon zo. Vind ik heel interessant. Heel interessant. Mike, ik denk dat de volgende vragen, dat jij er ook een aantal had binnengekregen van vader-zoon-relatie als coach en speler. Hè. Ja, gewoon eigenlijk, als je coach hebt van je eigen zoon, veel buitenstanders hebben daar bepaalde vooroordelen om. Kun je daar eigenlijk wat meer informatie over geven? Aan welke valkuilen dat zo'n startende coach, waar dat hij voor moet opletten?
Ja, ik denk dat er heel veel zaken zijn, maar het eerste wat bij mij opkomt is de keuze dat je dan neemt, hè, want heel vaak is het van, ah ja, want ik wil tijd doorbrengen met mijn zoon, hè. Dat is al een redenering dat een grote valkuil is, want als je vooral tijd wil doorbrengen met je zoon, ja, dan er zijn ook nog wel een heel team dat eraan vasthangt, dus je moet vooral ook tijd willen doorbrengen met al die andere dingen, hè. Dus die waarom vraagt dus op. Heel vaak de vraag die we stellen, wat vindt mijn zoon er eigenlijk zelf van? Hè? Want als dat alleen maar... we gaan ervan uit, ouders, dat die altijd de beste intenties hebben, hè, voor hun kinderen, maar die intenties zijn vaak niet altijd wat dat dan het effect juist is. Maar als dat allemaal goed zit, dan kun je in onze overtuiging op een heel fijne manier dat kunnen doen, zolang dat je de juiste rol op het juiste moment inkleedt. Sta ik op een veld, oké, dan ben ik een coach, trainer, ben ik thuis, dan ben ik papa, hè? En ben ik onderweg naar een training en naar een wedstrijd. Wanneer switch dat dan? Hè? Dus wanneer zet ik welke pet op? Want op die manier, ik denk dat je ervaring met de familie Borlée daar een heel goed voorbeeld aan is. Hè? Hoe dat perfect mogelijk is om succesvol op die manier samen te werken. Hè? Wel, dat is dus inderdaad waar. Ik kan dat bevestigen. Omdat Jacques Borlée is de vader en heeft 4 atleten gehad die zijn kinderen waren. Hè? 1 vrouw en 3 mannen die nu nog altijd bezig zijn. En wanneer wij werken, dan wordt daar zeer duidelijk gedefinieerd in welke rol zijt je nu. Hè? Want als hij de vader wordt, ja, dan kom ik er niet tussen. Maar als hij de coach is, dan kan ik natuurlijk iets zeggen. Ja. En dat is natuurlijk een complexe situatie, want Jacques heeft meerdere atleten die trainen bij hem. Hè? In het begin werkte hij alleen met zijn kinderen en nu zijn er natuurlijk andere atleten en dan moet hij dat allemaal integreren, omdat hij blijft dan toch de vader. Dus dat zijn complexe situaties en complexe situaties die moet je zeer voorspelbaar maken en eenvoudig. Hè? En als die zeer eenvoudig zijn en voorspelbaar, dan voelt iedereen zich daar goed bij en dat wil zeggen dat je dat uitlegt. Hè? Dat alle problemen die er zijn in zo'n ploeg... Hè, want daar gaat het dan over. Hè. Als alles goed gaat, dan is er niks. Hè. Maar als het wat minder gaat, dan wordt er al gauw gekeken naar de familie. Hè. Dat is wanneer je zelf kinderen hebt. Hè. Jullie zijn er allemaal nog te jong voor. Maar die komen met een lief thuis. Ja, dat is geen van de familie, hè, want dat mag niet. Hè. Dat is tegen de wet. Hè. Dus dan beginnen die een beetje te bekijken. Dan kunnen we die dulden in dit huis? Of kunnen we haar toch wel integreren in ons familie of zo? En dat is natuurlijk bij die atleten die in die groep kwamen, bij Jacques, hè, was dat ook altijd het geval. Hè. Die werden helemaal getaxeerd. Hè. Die werden getaxeerd. En als die niet het juiste gedrag hadden, dan was dat een beetje moeilijk. Hè. En dus dan moesten we elke keer, als er iemand bij kwam, een nieuwe uiteenzetting doen en een nieuwe ervaring geven over de cultuur die Jacques wilde. Hè? Niet ikke, maar Jacques. Hè? En dat was de cultuur. Je moest je daar wel een stuk in integreren. En de Borlées zelf moesten zich ook aanpassen. Hè? En dat het goed gelukt is, dat ziet je aan de resultaten. Hè? Je moet niet vragen, en is het dan gelukt? Want ze hebben gezamenlijk 44 internationale medailles gehaald. Dus dat lijkt mij nogal succesvol te zijn. Hè? Jullie zeiden net, hè, van het is duidelijk om te definiëren welke pet dat je opzet. Hè? Dat is heel duidelijk. Maar ga je dat dan ook zeggen, bijvoorbeeld in een basket, ik coach mijn zoon, dat je dat ook gaat definiëren naar de andere spelers toe? Van oké, dan ben ik de papa van en dan ben ik de coach van? Of... Hij zal altijd de coach moeten zijn. En als hij papa is, of mama, hè, want die zijn er ook... Hè, dan zal dat toch wel duidelijk moeten zijn dat dat niet gebeurt, dat je de vader wordt in de sportieve omgeving, waar je afstandelijk geconnecteerd bent. Mm-hmm. Want dat is niet... Bij je eigen kinderen kunnen dat niet zijn. Hè? En je moet dus echt een rol spelen. Een rol spelen. En die rol moet switchen van daar naar daar. Mm-hmm. Hè? In de sport is een van de grote uitdagingen de informaliteit. Hè?
Het vriend worden. Het vriend worden. Omdat je dan eigenlijk die afstand altijd maar verkleint. En je ziet dat in de voetbal zeer dikwijls. Die coaches langs de lijn, als er een vervanger op het veld gaat, dan moeten die altijd vastpakken. Diezelfde coaches, stel dat die een op straat tegenkomen, dan beginnen die niet vast te pakken. Hè? Want homoseksualiteit, dat mag niet in de voetbal. Hè? Dus verstaat het? Dus dat is een enorm eigenaardig iets waarbij ik me afvraag, waarom pakken die niet altijd vast? Hè, ik weet dat niet, Steffi, of dat Yves Cerneels altijd die meisjes, die vrouwen moet ik zeggen, vastpakt. Als ze van het veld komen, is er altijd inderdaad ook goed. Maar op andere momenten totaal niet, nee. Nee, dat denk ik ook niet. Dat denk ik ook niet. Ja. Het is ik denk dat daarop misschien aanvullend in onze overtuiging is vooral gelijkwaardigheid belangrijk. Hè? Mm-hmm. Niet per se gelijkaardig. Hè? We leven in 2021, bijna 2022. Het is niet dat iedereen exact op dezelfde manier behandeld moet worden, maar het moet wel gelijkwaardig zijn. En in de individualiteit in een teamsport is heel belangrijk. Hè? Dus je hebt natuurlijk je team hè, dat goed moet kunnen functioneren, maar nu ook bijvoorbeeld, wij zijn volop bezig met de voorbereidingen met Red Frames voor het EK voor volgende zomer. Nadenken, oké, heel individueel. Wat betekent dat voor iedereen? En wat heeft die nodig? En wat heeft die nodig? En niet dat ze dat moet afchecken, maar vooral, hoe kan iemand optimaal functioneren? En het is heel normaal dat je dat dan ook individueel moet gaan aanpakken, want we zijn allemaal unieke personen, gelukkig, hè? Mm-hmm. Klopt. Ja, dat is ook wel iets dat we vaak hebben gehoord in onze podcast met basketcoaches. Hè. Als het gaat over spelers behandelen, hè. Iedereen heeft andere knopjes natuurlijk. Hè. Dus dat is ook zo. Dat is heel interessant. Super. Een andere vraag. Ik weet niet of jij zat, Mike, of ik. Dat was die coach van die U16-ploeg. Dat was een coach die een meisjesploeg deed, hè, van U16. Doe maar. Ja. Oké. Als ik het goed herinner, de vraag was, dus dat is een coach, hè, die coacht meisjes van onder 16, dus 14, 15-jarigen. En bleek een heel jong gedreven meisjesploeg. Hè. Dat is vaak zo, op die leeftijd luisteren ze veel beter dan jongens. Toch zeker in een basket. En dat is leuk werken, maar hij merkte soms dat het speelse gedrag soms begon te overheersen op training. Hè. De bepaalde focus was er wel, maar heel vaak moeilijk om ze in de juiste focus te houden. Hebben jullie daar bepaalde tips voor die coach om te zorgen? Of is dat überhaupt nodig dat er altijd focus is natuurlijk? Dat kan ook een vraag zijn. Dat laat ik aan Steffi over om daar haar mening over te geven. Hè? Want zij heeft het meegemaakt. Oké. Okay. Ik ben ooit een meisje van 16 jaar. Jij niet, chef? Nee. Een jongen wel, hè? Maar een meisje niet. Nee. Om op uw vraag te antwoorden. Constante focus is in mijn beleving niet nodig en vooral ook niet haalbaar. Hè? Mm-hmm. Ons brein is echt wel beperkt. Zonder te veel in detail te treden. Hè? We hebben periodes hè, waarin we gefocust kunnen zijn. Hè. Dus één zijn vooral als je een coach bent en jij verwacht dat u, ik weet niet hoe lang een training gemiddeld duurt bij jullie op de basket. Bij de jeugd zal dat vaak anderhalf uur zijn tot U14. Op latere kan dat richting de 2 uur gaan. Dus ja. Met 90 en 120 minuten ongeveer. Ja, voilà. En dus als je training aan het voorbereiden bent, prop daar niet helemaal vol van minuut 1 tot minuut 2 en tot de laatste minuut hè, om die oefening te kunnen doen en ik moet dat ook bespreken. En dat, want dan maakt het al heel beladen en dan gaat je zo opgejaagd zijn om het allemaal maar te kunnen afvinken dat je eigenlijk opnieuw je proces een beetje uit oog verliest. Dus verwacht dat van jezelf, maar verwacht dat vooral ook niet van je team, dat je anderhalf uur volledig 90 minuten of 2 uur full focus is. Natuurlijk, tijdens een training wil je aan dingen werken en wil je dingen trainen. Dus dat is ook de bedoeling uiteraard. Anderzijds, als je gaat kijken specifiek naar 16-jarige meisjes, jongens, is dat in mijn beleving denk ik hetzelfde. Is er hormonale invloed dat een rol speelt ook. En heel belangrijk, ken vooral de leefwereld van je team.
waar zijn die eigenlijk vooral mee bezig op hun 16 jaar? Los van misschien basket, er zijn ook nog... Er is school, ze worden verliefd, ze komen in aanraking met van alles en nog wat dat heel plezant kan zijn, maar dat ook soms niet plezant is. Hè? Mm-hmm. En, TikTok bijvoorbeeld. Hè? Als je daarover gaat oordelen, hier komt ons woord weer al, dan is er geen connectie. En dus probeer er vooral mee te zorgen van, oké, als er geen aandacht is, u opnieuw de vraag te stellen, waarom is er geen aandacht? Waarom is er geen focus? Vinden ze het misschien niet plezant? Was er misschien een andere verwachting over de training? Dus ga ermee in overleg. Hè? Maar als je heel de tijd gaat corrigeren en zeggen, allee, kom aandachtig en nee, dat mag niet, en stil en rustig enzovoort. De fun... Mm-hmm. En opnieuw, ik denk dat het daar een goede evenwicht belangrijk is van oké, wat kunnen we verwachten van elkaar? Start een training met dat kaderen. Met Red Games doen we dat ook. Dat zijn geen 16-jarige meisjes meer, maar elke training start met dit en dit gaan we vandaag trainen. Hm? En er zijn altijd momenten van vrij moment in verkeerde integratie en hoe willen jullie dit aanpakken? En dus door die te betrekken, gaat op een subtielere manier misschien die aandacht wel behouden en gaat die motivatie er ook wel zijn. En zorg vooral dat ze zich goed voelen. Hè? En bijvoorbeeld als je een atleet of een mens in, wij alle vier ook, we hebben verschillende rollen die dat we inkleden. En als er in één van die rollen iets niet goed gaat, dan neem je dat mee. Hè? Wij kunnen ons niet uitschakelen. Wij kunnen niet zeggen van, ah ja, ik zou maar zeggen, dus zeg ik dan thuis, ik blijf nu thuis en als ik aan het werk ben, ben ik vergeten. Dat is ook niet menselijk, dus negeert dat dan ook niet. En gaat dan vanuit de connectie, weet je dan, wat speelt er allemaal? Ik zeg niet opnieuw dat je daar altijd aan moet toegeven, hè, en dat het allemaal kies maar, helemaal niet. Hè. Maar als je impact maakt op je team, dan kunnen die wel meenemen. Maar verwacht niet dat dat 100% full focus is permanent. Allee, dat is mijn idee daarover. Ja. Nee, de basis is, zeker op 16 jaar, is dat je zeer goed weet wat er allemaal gebeurt met meisjes, maar ook met jongens. Daar volg ik Steffi helemaal in. Maar meisjes zijn altijd een paar jaar voorop. Hè. Dat is zeer duidelijk. En dat verschil moet je zeer goed onder ogen nemen als je een meisjesploeg hebt. Hè. En wij hebben met het BOIC en Steffi ook met de Red Flames, hè, maar ook bij de gymnastiek, hebben wij Dr. Baez uitgenodigd van de ULB, die daar eigenlijk, die houdt zich bezig met de hormonale situatie van opgroeiende meisjes, dames, om eigenlijk daaruit alle ingrediënten te halen, wat die man op wetenschappelijk vlak allemaal kan vertellen en dat ook kan vertalen naar de sport. En dat raad ik iedereen aan om naar een sportgynaecoloog te gaan. Hè? Om te zien hoe heeft die hormonale situatie een impact op de prestaties. Hè? En op bijvoorbeeld een heel veel, en zeker in vrouwensport, besproken onderwerp, namelijk het gewicht. Hè? Dat is een van de meest grote taboes die er natuurlijk zijn. Hè. Hoe moet je dat op een juiste manier aanpakken? Hè? En dat is zeer gevoelig. Hè? Steffi, Jeff, jullie hebben het geluk dat jullie met heel veel talenten al hebben kunnen werken en nog zullen werken. Talent, is dat iets dat aangeboren is? Of wanneer kunnen we talent ontwikkelen? Wat is jullie mening daarin? Ja, talent is iets wat er is. Maar je kunt wat er is ontwikkelen. En wanneer je dat op een juiste manier aanpakt, dan zul je zeer vaak zien dat er sporters zijn die door hun karakter, hun discipline, door hun doorzetting, door hun grit, door hun volharding, door de passie die zij hebben, dat die het echt heel ver brengen. Mm-hmm. En dus als ik naar mezelf kijk, ik was absoluut geen topspeler in de voetbal. Hè? Maar ik wilde het allemaal doen en ik was een harde werker. Hè?
En ja, dat was eigenlijk met mijn zoon ook, met mijn kleinzoon ook. Hè. Dus wij waren niet de technische wonderen, maar wij mochten wel meespelen. En dat is enorm belangrijk. En dat is wat in feite het verschil uitmaakt, want alles waar ik over gesproken heb, dat gaat over de mens. En wie is die mens? En die mens, als die met zijn voeten op de grond staat, dan is dat al een goed begin. En als hij niet gaat zweven, als hij veel talent heeft, ja, dan is dat een beter begin natuurlijk. En dan komen ze aan wat ik noem, je hebt dat misschien wel eens gezien in natuurfilms over de Mara River, waar die gnoes allemaal aankomen in miljoenen en dan moeten die rivier oversteken. En dan liggen die krokodillen, de leeuwen, de luipaarden, alles wat dat eigenlijk die diertjes gaat opeten, dat ligt te wachten. Want dat is gewoon het kerstbanket, hè, voor die mensen. Hè. Dat is gewoon, die moeten niet te veel inspanningen doen, want die hebben zo'n schrik van alles wat er in die rivier ligt, dat die van die rivier in die rivier geduwd worden, die steile wand. Hè, en die zijn dan al wat groggy, dus die zijn al verdoofd. Hè, die moeten niet naar het slachthuis en zo'n schot in hun kop. Nee, die zijn al verdoofd en die eten ze dan op. Hè. En daar zitten heel veel talenten bij natuurlijk, maar die eigenlijk een beetje schrik hebben voor hun ego. Hè. Die zeggen, ik moet hier zien dat ik overgeraak. En als ze dat beginnen te denken, hè, ik moet zien dat ik aan de overkant, ja, dan geraken ze niet meer aan de overkant. Mm-hmm. Het zijn diegenen die gewoon zeer goed gecoacht zijn om altijd alles te gebruiken wat ze hadden. En dat is, je komt daaraan, die krokodillen slapen nog, en ups, en je bent aan de overkant. Hè. En je kunt desnoods die krokodillen als brug gebruiken. Hè. Dus dat is eigenlijk waar het over gaat. En dat is die complexiteit van sport, en zeker van topsport, daar moeten we overgaan. En als ik dat eventjes mag illustreren, er zijn 7 medailles gehaald in Tokio. En al die medailles die waren voor de eerste keer in de geschiedenis voorspeld en gehaald. En dat is natuurlijk omdat je nu mentaal waanzinnig sterk moest zijn. Want je werd 20 keer per dag gecontroleerd. 20 keer per dag moesten je temperatuur laten meten. 20 keer per dag moesten speeksel in een buisje doen. Allee, dat is geen omgeving die men sereniteit zou kunnen noemen. Hè. En toch hebben die mensen, die sporters, die voorspeld waren om medailles te halen, die ook gehaald. Hè. En zelfs zo straf dat het de eerste keer is in de geschiedenis, hè, dat er 2 gouden medailles gehaald zijn. En dat het in 1 Olympiade op hetzelfde moment een 2e medaille werd gehaald. Mm-hmm. Want tot hiertoe waren er maar 3 atleten die 2 medailles hadden gehaald. En dan nog niet in dezelfde Spelen. Dus dat is eigenlijk de sterkte van het mentale. Want je staat op je voeten, dan ga je naar boven en dan kom je hier. En hier kan niemand niet in. Als je daar nu aan voelt, dan voel je het hard. Dat is het meest beschermde gebied. Dus dat is gelukkig ook dat je niet weet wat jullie nu aan het denken zijn van mij. Hè? Dus ik weet niet alleen. Hè? Dus, en dat is dus enorm belangrijk. Dat is enorm belangrijk. Het gebeurt hier. Hè? Dat is, hè? Ze zeggen dat in Antwerpen, zeggen ze dat het zit altijd in het kopje. Hè? Altijd in het kopje. Hè? Dus je komt daaraan en dat is de kers op de taart. Hè? En als die kers er niet op komt, dan komt er niets van. Maar daar heb je ook misschien op aansluitend van in dat talent. Het is vooral, dat is 1 ding, maar vooral wat je ermee doet als coach zijnde, moet je daar ook spelers op kunnen aanspreken. Hè? Die feedback kunnen geven van, je hebt zoveel potentieel. Hè? En dat is heel vaak frustrerend als je dan het idee hebt of de overtuiging hebt dat potentieel niet helemaal benut wordt. Hè? Probeer dan ook wat veiligheid te creëren waarin dat feedback welkom is. Waarin dat dan niet raar is als je eens een keer wat input daarover geeft. Hè. Dus dat echt dat gewaardeerd wordt. Hè. Heel vaak de perceptie is van mensen houden van feedback. Onze vriend Marcus Buckingham heeft daar een andere idee over. Hè. Maar het is wel, wat kun je daarin zelf doen, hè, van feedback vragen vooral. En op die manier kun je ook met dat talent tot zijn recht laten komen. Hè? Je kunt heel goed een conflict thuis
hè, met je partner die naar de coiffeur geweest is. Hè, en je ziet dat niet. Hè, je ziet dat niet, hè. Dus als je afspreekt dat degene die naar de coiffeur geweest is, zegt, ik ben naar de coiffeur geweest, wat denk je ervan? En dan vraag je dus feedback. Hè, dan vraag je dus feedback. En dan is dat niet dat gemakkelijk. Hè. Het antwoord is altijd goed. Hè. En als je dan eerlijk bent, dan is het nog beter. Hè. Dan is het nog beter, want mensen vragen eigenlijk altijd wel eerlijke feedback. Want anders kunnen ze niks meer doen. Maar als dat binnenkomt, dan komt dat soms onverwachts aan. En de mensen luisteren dan niet om te verstaan, maar ze luisteren al. Ze zijn dan al aan hun verdediging aan het opbouwen om zichzelf te verdedigen tegen de feedback. Mm-hmm. En als ze goede feedback krijgen, dan zijn ze zo gelukkig dat ze niet gehoord hebben waarom dat ze die krijgen. Dus het is het leren van vraag feedback. Mm-hmm. Vraag feedback. Vraag wat je ervan denkt. Steffi, we zeiden net zo, hè, over talenten en dat je feedback en alles moet vragen, maar op een bepaald moment, allez, iedereen komt wel in zijn leven, en ik heb dat deze jaar nog eens mogen ontdekken, een talent tegen dat je denkt, oh, die kan het toch. Hè? Die zou het moeten kunnen maken. Allez, ik zeg niet als topsporter, maar toch zo hoog mogelijk. Maar toch raak je er als coach niet altijd in, zoals ik dat Jeff zegt, in het kopje. Je raakt er niet in. Wat moet je dan doen? Toch verder gaan of opgeven? Ik kan eerlijk zijn, ik ben op het punt gekomen dat ik het heb opgegeven. Omdat, het is ook niet op 1 maand of 2 maanden. Het is op 2 jaar, 3 jaar, Gunnar kent de situatie wel. Maar dat geeft op na een tijd, hè? Ik denk dat ieder mens heeft nog altijd de vrijheid om te doen wat dat hem wil doen. Hè? En niet te doen wat dat ze niet willen doen. Heel vaak is er drop-out van talent. Dat is jammer. Hè? Dat is de gemiste opportuniteit, hè? Vanuit verschillende invalshoeken. In principe, als die atleet daar zelf, om welke reden dan ook, geen goesting in heeft, niet plezier uit dat, niet geïnteresseerd in is, ja, dan is dat ook zo. Je kunt een overtuiging niet opleggen. Je kunt niet iemand op het veld sleuren en zeggen, en nu ga je dat doen. Dus het moet vooral vanuit die persoon zelf komen. En opnieuw, we vallen echt in herhaling. Als je verbonden bent, dan vergroot je de kans dat je gaat binnendringen. Dat is geen garantie. Opnieuw, iedereen heeft zijn redenen waarom dat hij iets wil laten binnenkomen of niet. Maar als je te veel gaat forceren en te veel gaat dwingen en te veel erop gaat zitten, dan kan dat ook een averechts effect hebben. Dus denk vooral, ken de persoon, weet wat dat er heeft, weet waar dat die allemaal mee omzit. Mm-hmm. Ik heb zo eens een keer een wielrenner begeleid, een jonge gast met heel veel talent. En van iedereen hoorde die eigenlijk heel de tijd van, en je moet er iets mee doen. En alleen er is een gemiste kans. En toon het maar eens. En amai, moest ik u zijn, dan zou ik het wel weten. En die jongen die zei eigenlijk, Steffi, ik wil eigenlijk gewoon shotten. Ik wil eigenlijk gewoon met mijn kameraden op zondag voormiddag voetballen en daarna een pint gaan drinken. Dat maakt mij nu eens gelukkig. Mm. Ja. En vandaag is dat een hele gelukkige twintiger die voetbalt en die misschien een topcoureur had kunnen worden. Ja, maar dan had hij misschien niet gelukkig geweest. Misschien ook wel, dat weet ik niet. Hè. Dus probeer daar ook ergens je niet te verliezen. En wat dat komt dan wel. Ja, ik snap u volledig. Hè. Bij ons is vooral het probleem, die jongen komt al 5 weken niet trainen, maar op de wedstrijden stond hij er elke keer. Dus de motivatie was moeilijk te vinden bij hem. Is het trainen dat moeilijk is? En het waren altijd wat excuses die eigenlijk, ja, ik denk dat de motivatie om te trainen heel laag was en om te spelen heel hoog. Maar in een ploegverband is dat een absoluut, is dat heel moeilijk. Hè? Dat kun je niet verantwoorden dat iemand dat komt trainen op de bank moet zitten en iemand dat niet komt trainen kan spelen. Wel, dat is ook afhankelijk, hè? Want bij de Red Lions, die in de voorbereiding naar de Spelen in Rio, hebben zij beslist om in feite van maandag tot donderdagavond samen te leven. Mm-hmm.
En dat hebben wij verkocht aan alle clubs van de eerste divisie, van de eredivisie clubs, hè, hebben wij verkocht aan de spelers, opdat zij zouden gaan spreken met hun ploeg om daar te zeggen, wij komen alleen vrijdags trainen en uiteraard komen wij spelen. En dus de fierheid over de ploeg heeft gemaakt dat de andere spelers en een aantal die kwamen trainen en die dus niet noodzakelijk speelden, dat die dat allemaal aanvaard hebben en de voorzitters. Hè. En dat heeft wel wat inspanningen gevraagd, maar dat hebben de spelers eigenlijk ook zelf gerealiseerd. Vanaf 2015 hebben ze dat programma zo gedaan. Hè. En dat is dus, ja, hoe bouwt je iets op? Hoe bouwde een cultuur op? Maar met een individu, hè, dat is absoluut mogelijk dat je niet coachbare individuen hebt. Hè. Waar jij mocht mee doen wat je wilt, maar die dat niet willen. Hè. Zoals Treffy zegt, als jij de overtuiging hebt dat jij moet spelen zonder trainen, en die coach die zegt, ja, allee, dat is toch wel lastig. En die zeggen, ja, maar ik ben zo goed en je kunt mij niet missen, want ik maak het verschil. Nee, dat is niet zo als je naar de top speelt. Ik heb het geluk gehad in Londen, hè, van met coach K en Kobe Bryant samen, hè, te spreken. Hè. Die zaten in een panelgesprek en daarna konden daar vragen mee stellen. En dat is altijd mijn bezigheid op de Olympische Spelen om met dat soort van onwaarschijnlijke spelers, atleten te praten. Dit jaar was dat wat lastiger omwille van het mondmasker. En je herkent die dan niet zo gemakkelijk. Hè. Maar en Kobe Bryant zei, you don't think that this guy learned me to play basketball. That was my father. He learned me to play basketball. But all the rest, he taught me. Because I didn't know how to live. And that's what he did. But he doesn't know anything about basketball. En ik zal dat nooit vergeten. Ik zal dat nooit vergeten. En hij was daar echt helemaal van overtuigd. Hè? Dus je hebt zo'n talenten, hè? Die zoveel kunnen en die aankomen en die zo'n vader hebben, zoals hij zijn vader besprak. En ja, dat die daar aankomen, ja, zoals een volwassen basketbalspeler die bij, weet ik veel, wie speelt. Hè? Ja, maar wat je vooral hebt onthouden, en dat is dat de communicatie heel belangrijk is. Hè? Dat je heel veel moet praten praten en luisteren. Vooral luisteren om te verstaan. Ja. Klopt. Nee, dat is zo. Ik ben blij dat we eindigen met Kobe Bryant, want dat ligt bij mij. Dat is de reden waarom ik vroeger ben beginnen basketten en zo. Dat is voor mij toch altijd een speciale inspiratiebron geweest. Ik heb het net niet gemaakt op hetzelfde niveau als hem, maar nee, leuk dat je er even over begint. En ja, gelijk dat je zegt, maar communicatie en zoals dat jullie zeiden, ik denk het woordje connecteren, echt geconnecteerd zijn, dat een van de key topics is dat we vandaag besproken hebben. Geven van feedback, vertrouwen creëren onderling tussen spelers en coach. Denk, dat dit gesprek zelfs de verwachtingen heeft overtroffen, toch zeker langs mijn kant. Hè. Ik vond het super. Maar ik wil het gesprek niet afsluiten voordat we nog één iets overlopen. Ik heb het in het begin gezegd. Hè, jullie hebben jullie job en het staat op het bord voor de kijkers die kijken en niet aan het luisteren zijn. Hè, Tika. Nu ben ik wel eens benieuwd, want we hebben over cultuur gesproken. Hè, wat dat eigenlijk jullie cultuur of jullie filosofie is. En ik ben vooral voor... Eigenlijk curieus, nieuwsgierig, waarom dat er een kleine K is. Is dat een typfout of zit daar een bepaald verhaal achter? Achter alles zitten verhalen. Ja. Omdat je eigenlijk altijd de bedoeling hebt om iets wat niet volmaakt is, volmaakt te maken. Dus men merkt onmiddellijk op, hier moet iets aan gedaan worden. Dus ja. Om niet te vergeten dat je er eigenlijk altijd moet mee bezig zijn om bij te leren. Dat je nooit moet denken, ik weet het, en dat het nooit routine wordt. En daarom
ja, hebben wij de gewoonte, natuurlijk dit jaar en vorig jaar niet, hè, om naar een congres te gaan. Dat gaat over talent development. Hè, en een ander congres over de Association for Applied Sports Psychology. En dat mogen we niet missen. Hè. En dat is eigenlijk die kleine K. Die moet groter worden. Hè. Maar ja, het probleem is dat je nooit helemaal volmaakt kunt worden. Hè. Dat gaat niet. Hè. Dat gaat niet. Ja. We bestreven alleen naar de perfectie, zoals een coach met toppers alleen maar naar de perfectie moet streven met die atleten. En op alle vragen moet kunnen antwoorden. Dus wij hebben heel veel vragen altijd. En daarom heb ik dat voorval, of die onwaarschijnlijke ontmoeting met coach K en met Kobe Bryant, heb ik dat aangehaald, omdat ik, als ik zo'n gasten zie, die toppers zijn in de wereld, en ik werk zelf met toppers, maar als je zo'n Phelps ziet, of ja, Bolt of zo, waar je dan naast zit met de Borlees, hè, want die loopt natuurlijk in de aflossingsploeg ook mee, ja, dan kan ik daar niet genoeg aan vragen. Hè. Dan kan ik daar niet genoeg aan... En dat is die K. Dat is die K. En dat heb ik nu bedacht. Heel mooi. Misschien maar om, als afronding, we zijn niet alleen... Tika is niet alleen Jeff en ik, dus we zijn een team van 8... experts in boosting performance. We betrekken dat heel breed, want we krijgen heel vaak de vraag van, maar wat doen jullie nu juist eigenlijk? En we hebben daar echt in ons team ook workshops rond gedaan en over gepraat. En het komt er eigenlijk op neer, we boost performance. Het resultaat is heel belangrijk voor ons. En we starten er altijd vanuit de mindset. Waarom? Omdat het hier start. Ons brein is zo krachtig en dat is het startpunt en de rest volgt daaruit voort. Dus ons gedrag maakt ons uiteindelijk succesvol. Dat is wat we zien, dat is hoe we ons gedragen. Maar als je enkel op gedragsniveau wijzigingen gaat aanbrengen, dan gaat dat nooit duurzaam zijn. Dan gaat dat alleen maar op de korte termijn zijn. En waar dat TICA voor staat, is wij streven voor duurzame, lange termijn resultaten en impact. Dat is wat dat in de sport... Je wilt een serial winner zijn. Je wilt niet een lucky shot hebben waarin dat je is wint of is een kampioenschap wint. Nee, je wilt dat herhalen. Het is het succesvol willen zijn. En daar is onze mindset heel belangrijk in. En wij doen dat zowel op individueel niveau. Wij werken met teams samen, met leidinggevenden, met coaches. Maar ook een organisatie, een federatie in totaliteit om in dat proces te ondersteunen. Hè? En het leuke, volgens ons alleszins, is dat we dat doen, zowel in organisaties als in de sport. En dat lijken misschien twee verschillende werelden, maar het draait om mensen. En het draait om hoe dat je kunt je amuseren en op die manier resultaten kunt boeken. Dus dat is een beetje waar onze organisatie graag mee bezig is. Oké, nee, heel helder. En ik denk inderdaad ook een heel belangrijke schakel in het proces van een organisatie of een club om bepaalde resultaten te kunnen bereiken. Hè? Dat de richting wordt uitgestippeld. Cultuur hebben we het al een paar keer gehad. Dus eigenlijk, als ik het goed begrijp, stel dat wij als club, hè, wij zijn een amateurclub in Contig bijvoorbeeld, stel dat wij aan het nadenken zijn, we willen onze cultuur die we nu hebben gaan uitbreiden, nog eens een keer gaan challengen, dan zouden wij bijvoorbeeld kunnen uitreiken naar jullie. Of begrijp ik dat verkeerd? Ik denk niet dat je dat verkeerd begrijpt, nee. Voilà. Nee, maar dat is goed. En ik denk, even naar iedereen die aan het luisteren is, stel dat jullie bepaalde vragen hebben of zo, of bepaalde cases willen gaan uitwerken, omtrent cultuur binnen jullie club. Ja, ik zou zeggen, neem zeker contact op. Ik ga het alleszins in het achterhoofd houden, want binnen een paar maanden moeten we weer over een nieuw seizoen gaan nadenken. En ik denk dat dat misschien wel dit gesprek een mooie introductie was in wat jullie doen. En ja, jullie hebben al bewezen wat jullie kunnen doen natuurlijk. Als we horen met welke federaties en teams dat jullie gewerkt hebben. En vandaar dat ik jullie nog eens wil van harte bedanken dat jullie toch de tijd wilden nemen om met twee podcastleken binnen de basketwereld als wij wilden spreken over het aspect psychologie, maar dan in een brede zin. Dus allebei bedankt, zoals Jim als Steffi. Ik hoop dat jullie er ook van genoten hebben, dat jullie het leuk vonden om te doen. Dus voilà. Wij hebben ons, ik spreek voor mezelf, maar ik denk dat Jim ook ons geamuseerd. Helemaal top. Dank je.
dank u wel. Oké, super. Oké. Wens ik jullie veel succes nog op korte en de iets langere termijn. En hopelijk zien we elkaar ook eens in het echte leven. Hè. Ja, en wij wensen jullie ook heel veel succes met jullie initiatieven. Super. Dank je wel. Tot ziens. Dag. Dag. Bye. Bedankt om te luisteren naar De Huddle. Elke week nodigen wij coaches uit om hun visie over basketbal en coaching te delen met jullie. Op die manier kunnen coaches hun filosofie verruimen. Volgende week is het een speciale week. Tipoff geeft jullie niet één, maar meerdere podcasts cadeau op kerstdag. Tot volgende week.